Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, heeft vanmorgen een persconferentie informatie verstrekt over de uitbanning van styrofoam. De welbekende witte mini-foambakjes. Minister Stephen Tsang gaf aan dat er per 1 november 2019 een officieel importverbod op styrofoam is ingesteld. De bewindsman ging nader in op de uitbanning van styrofoam en het gebruik van alternatief verpakkingsmateriaal dat biologisch en milieuvriendelijk is. De overgangsperiode van het importverbod verloopt op 1 november 2019. Vanaf die datum zal het niet meer mogelijk zijn styrofoam te gebruiken als verpakkingsmateriaal binnen de voedingsindustrie, zegt de minister. Veel koeien de foambakken, de foambekers, de soepbakken, bij de maaipot via nyang. Als aan de temperatuur voor nyang, een mega-plastic smelter. Hij smelt dan de stoffen die komen op en de stoffen die zijn schadelijk voor je gezondheid. En daarom de regering taggi. Ugi de producent, de importeur, one deadline vanaf 1 mei 2019 sampai psa, no aman be mag importeer den san moro. Nuno de ude na 1 november uji wan beschikking tak uno mag gebruik den san dis moro ini horeca. PSR nyang, PSR de restaurant, de warung, de normaal gebruik den foambak moro. De bewindsman hoopt dat de samenleving ondersteuning aan deze beslissing biedt door per 1 november geen foambakken meer te accepteren en te gebruiken. Tsang zegt dat heel veel horecabedrijven al gehoor hebben gegeven aan de oproep van de regering om de Surinaamse gezondheid te respecteren. 1 november is de deadline en het staat hard op papier, benadrukt de minister. We maken geen grappen met de volksgezondheid. We hebben al in een vroeg stadium gesproken met de importeurs en de ondernemers. Vandaar dat we zeggen dat in de tweede fase de foambakken die worden gebruikt in de diepvries, waar er geen hoge temperaturen aan te pas komen, dat zullen we meenemen in een tweede fase om de mogelijkheid te creëren dat zij nog hun voorraden kunnen uitfaseren. We zijn eerst begonnen met een importstop om aan te geven dat er geen foammateriaal meer het land binnen moet komen. En uiteindelijk zal iedereen moeten overgaan naar alternatieve producten. Hebben afdelingen van het ministerie wel de alternatieve producten uitgetest om te weten of er een nasmaak is of als er geen smaak is, dat het gewoon hetzelfde is? Ik kan u aangeven dat we bijna alles hebben uitgetest. En afhankelijk van het product, er zal ook een mindchange moeten komen bij de consument. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme. Hij heeft in verband met de uitbanning van styrofoam een persconferentie belegd. De overgangsperiode voor het importverbod op styrofoam is vanaf 1 mei 2019 ingesteld en verloopt op 1 november 2019. Vanaf die datum mogen de bekende mini-foambakjes niet meer verkocht en gebruikt worden.